Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom bij deze KFPS College Tour. De laatste van dit winterseizoen. En dat betekent dus dat we afsluiten met een focuscafé. Dus we hebben vanavond een viertal gasten aan tafel. Tjitse, Ari, Tjalling en Jenny. Hartelijk welkom. Ik zal ze straks nog iets meer aan u voorstellen. En we zijn te gast bij Staal van de Kadijk, bij Tjalling en zijn familie. Want ja, we hebben het een beetje de traditie van bij de hengstenkeuringskampioen om daar op bezoek te komen. Dus bij Herre 524. Dus die hebben we allemaal al even bewonderd en geaard vanzelf. Toen we begin van de week de laatste dingen doorspraken voor deze avond, toen dachten we, nou, dat gaat lekker 20 graden worden. Deuren open, goed voor elkaar, maar we zitten er iets anders bij. Dus u ziet waarschijnlijk onze adem en af en toe komt er een sneeuwvlokje naar beneden. Maar we hebben gelukkig een paar warme heaters. Normaal sluiten we onze college toe altijd af met mutsen en sjaals. Maar het leek me goed om die nu alvast uit te delen. Dus mochten jullie het nou in de loop van de avond koud krijgen, gené niet, we hebben jullie nu allemaal goed gezien. Dus dan kan je gerust de sjaal en de muts opzetten. Oh, geweldig. Hè? Ja, helemaal goed. Gaat goed komen. Als we op weg naar huis rijden en we stranden, dan hebben we nog wat. Ja, heb je nog wat, hè? En de muts op. Dus die heb je al binnen. Wat dat betreft, bedankt voor de... We gaan natuurlijk nog even gezellig praten samen. We hebben deze vier, de dame en de drie heren, niet voor niets aan tafel. Ze zijn eigenlijk allemaal specialisten en autoriteiten in hun eigen vakgebied binnen onze Friese paarden. Nou, Tjalling is natuurlijk een bekende. Hij is van de stal van de Kadijk, waar ook hier in de stal open staat. Teun, niet te vergeten, en Herre. En ook Detmer stond hier, die is inmiddels naar warmere oorden vertrokken. Maar die had hier ook zijn stal. En eigenlijk best wel bijzonder, want je bent de Benjamin van alle hengstenhouders, kunnen we wel zeggen. Van de Friese paarden en al mega veel succes. Jij kan wel wat. En tussen al die prestaties van die hengsten door word je ook nog even vader van een tweede dochter afgelopen januari. Dus hartstikke leuk dat wij hier vandaag mogen zijn. Alvast hartstikke bedankt, Tjalling. En ook aan Gerda, want die zorgt ervoor dat wij naast een glaasje water ook een wijntje hebben. En een lekker hapje. Net goed. Tegenover Tjalling zit Aria Moen. En Aria Moen zal ik maar even introduceren, want bij onze Friese paarden ben jij misschien wat minder bekend. Alle boeren die zitten te kijken, die weten, ja, tuurlijk, Arie is jarenlang hoofdinspecteur bij het stamboek geweest, bij CFW. Ja. En inmiddels 5 jaar, ik moest het even nakijken, Arie, je bent inmiddels al 5 jaar met pensioen. Dat schiet heel op, ja. Ja, in september wordt het 25 augustus is 5 jaar. 5 jaar, ja, prachtig. En ik heb ook wel gezien, jij bent eigenlijk al 9 jaar ter zitting gehad in de hengstenkeuringscommissie van de KWPN. Ja. Dus springpaarden, dressuurpaarden, Gelderse paarden. En ook een beetje de godvader van het lineair beoordelen van de paarden. Dus we zijn hartstikke blij dat jij als pensionada nog je tijd wil spenderen aan het Friese paard. Want jij wordt bij het stamboek nu veelvuldig geraadpleegd en met succes. Doe ik met plezier. Fijn. Met plezier. Super. Je hebt nog niet zelf aan de Friese paarden begonnen, Aijt? Nee. We zijn juist een beetje de fokkerij aan het afbouwen om wat meer aandacht aan de kleinkinderen te kunnen geven. Heel goed. Dus, mooi. Kan altijd nog, hè? Lijkt me. Friese paarden kan altijd nog. Ja, maar dan moet je mee groot geworden zijn. Ja. Nou, aan het eind vanavond praten we nog wat even. Waarschijnlijk wel. Hij gaat hier niet de deur uit zonder Tjalling regelen. Ja, dan regelen we het weg. Ja. Nou, en voor mij aan de linkerkant zit Jenny voor, de kijkers rechts. Jenny Veenstra, welkom Jenny. Jij hebt een hele trip gemaakt vandaag door de sneeuwstorm en de kou. Vanuit België weer eens even lekker terug in het noorden van het land. Hartstikke fijn. Jij bent, ik ga het opzommen, want het is een hele waslijst. Je bent Grand Prix Amazone. Je geeft internationaal heel veel les met mensen met Friese paarden. Dankbare vraagbaak ben jij, alle rassen. Nou, heel goed. Jij bent met Mark van Vlasselaar samen. En hij is heel succesvol met de BV'tjes. Zo noemde je dat van de week. Dus dat zijn eigenlijk de fokproducten van jouw vader, Harold Veenstra. Ja. De BV'tjes. Dus ook fokkerij zit in je bloed. Ja. Jullie hebben met de fokkerij, vertelde je straks, met één merrie een hele lijn opgezet. Een lijn die een modelmerrie opgeleverd heeft. Een Grand Prix paard. En Tieme 398. Ja. Thanks. Ik ben vast niet helemaal volledig, maar toch in de notendop een beetje jouw enorme cv op het gebied van de Friese paarden. Dank je. Mooi. Welkom en Tjitse aan de rechterkant. Tjitse, gefeliciteerd, want jij hebt promotie gemaakt als voorzitter van de Fokkerijraad.
Wellicht dat een aantal mensen dat nog niet wisten, maar bij deze. Primeur, ja. Ja, dus vandaar ook dat jij in deze hoedanigheid aangeschoven bent om over sport en fokkerijen te praten. In het dagelijks leven stort jij je volledig in verzekeringen en financieringen. Maar je hart gaat echt sneller kloppen als het over Friese paarden gaat. Zonder meer. Klopt, ja. Hè? En al helemaal als je op je eigen gefokte Friese stermerrie Evi van Screens door het dorp aan het mennen bent. Dat is fantastisch. Ja, hè? Ja. Wij zagen het op het filmpje terugkomen en dat was echt helemaal... Driejarige Mary, mijn dochter van 17, die zit erachter en die stuurt haar zo door het dorp. Ja, wat wil je nou nog meer? Ja. Ja, super. Nou, over dat karakter gaan we het nog hebben vanavond. En ik wil eigenlijk beginnen, ook weer bij jou, Tjitse, met het brengen van goed nieuws binnen het stamboek. Ja, na jaren van dat het aantal dekkingen toch een beetje stabiliseerde, komen van heel hoog. Is afgelopen jaar zijn er toch 5000 dekkingen geweest. Dus een paar honderd meer. Hè. Eigenlijk zijn we daar al jaren, wilden we dat graag. Wilden we weer een groei. Dat zien we nu gelukkig ook. En dat geeft ook vertrouwen voor de fokkerij. Dat mensen dus willen heel graag iets met een paard doen. Maar we moeten ook aanwas hebben. Er moeten wel veulens komen. Want anders dan kunnen we de rest wat we graag willen doen met een paard. Dat kunnen we niet doen. Nee. Dus vandaar dat die groei heel belangrijk is. En ik denk zelf dat dit nog maar een begin van de groei is, gezien waar de wereld om vraagt. Die vraagt om een prachtig, braaf paard met een aangenaam karakter, waar je heel veel dingen mee kunt doen. Dus ik denk dat die animo zeker doorzet en dus ook het aantal dekkingen door het plafond gaat. Ja, 5000 in 2021, tenminste zo zijn de tellingen, nog niet alles is geteld. Ja. En ook het aantal leden stijgt, dus dat zijn eigenlijk allemaal goede berichten voor ons Friese paard. Ja, voor ons misschien helemaal geen verrassing, want we houden er ook van, dus het is logisch dat mensen aanklampen. En merk jij het ook, Tjalling, dat de animo wat stijgt voor het aantal dekkingen? Ja, de laatste jaren is de animo voor het Friese paard enorm gestegen. Natuurlijk de laatste twee coronajaren, we dachten in het begin, hoe komt het allemaal? Maar het heeft het aanbod, of de aanvraag is veel groter geworden in die jaren. Daardoor is de prijs ook gestegen. Maar ja, nu hebben we weer de kosten stijgen ook weer mee. Ja. Maar inderdaad, er is veel vraag naar het Friese paard. De particulier die wil een sportpaard hebben. Dus daar moet alles goed en gezond, röntgenologisch, alles moet 100% zijn. Maar er is ook genoeg... vraag vanuit buitenland wie het gewoon het mooie Friese paard wil hebben. En als daar een kleinigheidje mee is, en dan bedoel ik ook een kleinigheidje, die geven daar niks om. En die betalen er ook een goede prijs voor. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. En met de dekkerij, wij hebben de laatste jaren goed gedekt met Teun. Elk jaar vol gedekt, 180. Nu hebben we een paar meer hengsten. Dus ja, ik heb nooit te klagen over dit dekking gehad, maar het is mooi dat er een stijging in zit. Ja, mooi zo. En Herre dit jaar natuurlijk weer als kampioen. Ja. Dus helemaal super. En dan komen we ook meteen al... Hey, jij zegt het heel terecht, Tjalling, van voor elk paard is wel afzet. Binnenland, buitenland, noem maar op. Maar voorop staat, we hebben in ons fokdoel ook geformuleerd, gezondheid. Ja, gezondheid is nummer één. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het Friese paard. Dat geldt voor heel veel zaken. En daarmee wil ik wel aangeven van dat het niet zo was dat er voorheen geen aandacht voor was. Alleen, we hebben wel een aantal uitdagingen waar we denk ik mee aan de slag moeten. Er zijn wel mee aan de slag. En het is niet zo van dat alles nu op gezondheid gaat en dat karakter en exterieur en sport naar de achtergrond verdwijnt. Alleen je zult wel in die samenstelling in de fokkerij ook meer data moeten gaan verzamelen over gezondheid en duurzaamheid. En eigenlijk weten we nog veel te weinig over onze paarden. Er worden maar weinig paarden afgemeld, een klein percentage afgemeld, die zijn overleden. Zijn ze overleden, wil je ook graag de reden weten. Ja. En dat is niet om een individueel paard of daar heel veel narigheid over te publiceren. Maar uiteindelijk wil je vanuit de data wel kunnen selecteren dat je weet vanuit die lijn of die hengst. Ja, daar valt op dat die gemiddeld ouder worden of dat die vruchtbaarder zijn. En ja, daar hebben we denk ik met z'n allen wel een slag te maken. Ja, ja. Dan kijk ik even naar Jenny, want daar ben je het volgens mij van harte mee eens. Ja, natuurlijk. Zowel voor het sport, maar ook voor de fokkerij is het natuurlijk superbelangrijk dat die gezondheid voorop staat.
Kijk ook eens naar vruchtbaarheid. Dat hoort voor mij ook bij gezondheid. Het is natuurlijk ook belangrijk dat hengsten goed sperma hebben. Dat de merries wel drachtig willen worden. Want als je een merrie hebt die maar één veulen brengt. En dan daarna nooit meer een veulen brengt om een of andere reden. Dan heb je ook heel weinig aan als fokmerrie. Ja. Voor ons in de sport is het gewoon ook criteria nummer één. Want als wij heel veel tijd in een paard gaan steken. Hè, want de opleiding tot Grand Prix. Dan moet je toch wel rekenen dat je een jaar of zeven bezig bent, ja, dan wil je wel een paard wat dat allemaal aan kan en wat daar ook gezond bij blijft. Want anders dan is dat gewoon het hoogst haalbare is absoluut niet te bereiken met een paard wat constant problemen heeft. Nee. Hey, en als je dan kijkt naar gezondheid en sport, wat zijn dan zaken waar je die kunt combineren daarbij? Zeg, dat vinden we dan wel belangrijk. Ja, nou, het gaat natuurlijk in eerste instantie om beenwerk, hè? Dus no feet, no horse is de bekende uitspraak. En daar wordt denk ik in het stamboek wel al veel aan gedaan. Hè. Röntgenologisch onderzoek, noem maar op. Op keuringen wordt er ook heel erg op gelet. Het beenwerk is echt wel een van de belangrijkste dingen bij de keuring aan de hand waarop wordt gelet. Maar wat wij daarnaast denk ik als sporters ook heel belangrijk vinden, dat is het interne. Van hoe zit het met zijn hart, zijn longcapaciteit, uithoudingsvermogen. Wat is zijn verzuring, hè? Op welke hartslag verzuurt hij, wanneer gaat hij van aeroop naar anaeroop. Dat soort dingen is voor ons ook belangrijk, want als een paard heel snel verzuurt, dan is het dus heel moeilijk om de trainingsarbeid met hem te doen, dat hij moet doen voor het niveau te behalen wat wij willen. Want dan moet je elke keer weer de rustdagen inlassen en elke keer weer terugschroeven in training, omdat dat paard het dan op die manier niet aan kan. En dat is meetbaar. En dat is het mooie van het hele gebeuren van de interne. Je kan hartslagmetingen doen, je kan met bloedstalen kan je het omslagpunt meten. Dus je zou bijvoorbeeld bij het centraal onderzoek van al die hengsten kunnen gaan meten van hey, is er nu eentje die daar uitspringt en is hij dan voor de rest misschien niet net zo goed als die andere jongens, maar springt hij er daaruit, dan denk ik, pak die erbij, want dat hebben wij nodig. Ja. Meer dan eentje die spectaculair loopt. Ja, jij pleit er eigenlijk voor om in het centraal onderzoek meer data te verzamelen van de hengsten. Ja, ik weet dat ooit gebeurd is. Dat ik geloof Caroline Munsters heeft al die hengsten toegetest. En iedereen vond het heel interessant. Maar er wordt nu volgens mij niks niet meer mee gedaan. Nee. Terwijl ik denk, test al die hengsten elke keer. Dan krijg je een enorme hoeveelheid aan data binnen. En wij werken daar eigenlijk voortdurend mee. Omdat we ook met paarden in de marathonsport meedoen. Ik ben ook trainster van Frederik Jans met Nico BV, een ander fokproduct van ons. Die was Belgisch kampioen samengesteld. Ja. Een van de weinigen kon hij de marathon heel goed aan. Die had een omslagpunt op een hartslag van 170, wat normaal een Engelse volbloed bijna heeft. Ja. Dus ja, dat is belangrijk, ook voor die tak van sport. Mm-hmm. Dus en gezondheid en sport gaan dan eigenlijk ook samen, ja, hand in hand. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Arie? Nou, ik kan ook van de andere kant beginnen. Als je meer sportgegevens verzamelt en beter verzamelt, dan kom je ook te weten welke paarden, welke nakomelingen van welke hengsten het hoogste eindigen in de sport. En die zijn dan ook gezond. Dus kijk, je kan heel veel data verzamelen over gezondheid, maar je moet die link hebben met de sport. Het moet wel gecorreleerd zijn aan de sport. Als je heel veel data en mensen nog meer stimuleert om de paarden in de sport uit te brengen, dan kun je de hengst ook op volgorde zetten van de sport. En dat is indirect ook een gezondheidsmeter. Want als ze niet gezond zijn, dan komen ze ook niet op dat niveau van de sport. En ik denk dat dat als stamboek nog iets makkelijker is als, ik weet wel, als je met veterinaire testen gaat werken, kleinschalig. Ik denk dat je beter op de sport kan selecteren en met DNA kan proberen om voorspellende fokwaarden te gaan maken voor gezondheidskenmerken. Mm-hmm. Maar ik denk bij gezondheidskenmerken dat we een hele stap verder zouden zijn als alle veterinairen is ook alle onderzoeken aan paarden vast zouden leggen en die data gewoon gebruikt zou mogen kunnen worden. Ja. Dan was je een heel stuk verder. Maar ik denk dat je met sport en selectie op sport ook heel veel bijdraagt aan de gezondheid van je populatie. Het begint ook bij de hengstenkeur natuurlijk. Als je hengstenkeurt uit merries waarvan je weet dat de kinderen in de sport lopen, dan heb je indirect ook wel heel veel dat merrie vruchtbaar genoeg is. Die heeft al meerdere kinderen gebracht. Als die kinderen ook allemaal goed in de sport lopen, dan weet je ook dat ze langer gezond gebleven zijn. Zeker als ze op een hoger niveau gelopen hebben. Dus als je daar heel veel nadruk op legt, dan haal je ook al heel wat gezondheid. Dan niet misschien direct gemeten, maar wel indirect haal je het dan toch binnen in je populatie. En dat is wel heel erg belangrijk. Ben ik met je eens.
Zit één maar aan, dan moet er wel van al die lijnen geïnvesteerd worden in het uitbrengen in de sport. En moet daar iemand mee aan de slag die de capaciteit heeft om een paard naar dat niveau te rijden. En als je het op jonge leeftijd in aanleg zou kunnen testen, niet alleen door naar de beweging te kijken of de bewerkbaarheid zoals het nu al gedaan wordt, maar ook naar het innerlijke, dan ga je volgens mij nog een extra stap maken, omdat je ook die hengsten die misschien anders nooit uitgebracht zouden worden in de sport, die pak je er dan ook nog bij. En dus als je ziet dat daar specialen bij zitten die qua natuurlijk uithoudingsvermogen, dus zonder getraind te zijn, al heel veel natuurlijk uithoudingsvermogen hebben en een veel hoger omslagpunt hebben, dan ben je die tenminste niet kwijt. En dat is bij mij, in mijn ogen, heel belangrijk. Dat we dat soort paarden niet kwijtraken, omdat niemand meer in de sport. Want vaak is het toch een beetje de hoogste bieder. Niet altijd degene met het meeste geld gaat hem dan in de sport uitbrengen, maar doet er dan gezellig zelf thuis wat mee. Ja, dan hebben we er weer als stamboek iets aan verloren. Nee, maar dan, je kan ook stimuleren om die, met name jongere paarden met aanleg testen, dat ze daar meer aan deel gaan nemen. Dat, we noemen dat IBOP, maar jullie noemen dat de meritesten. Ja. Want en je weet ook, als ze op jonge leeftijd al een bepaalde klasse gelopen hebben, is ook al een eerste indicatie. Je hoeft niet te wachten tot ze Grand Prix zijn. Ja, want Grand Prix is wellicht niet het fokdoel voor het Fries paard. Nee, daar komen we zo nog op, maar ik denk begrepen. Niet gelijk. Ja. Ja. Maar dus het woord sport geldt voor mij ook al als vierjarige L1 dressuurloper bij wijze van spreken. Is ook een indicatie dat ze met de ene hengst dan op dat niveau al wat makkelijker te rijden zijn dan de ander. En als ze dan ook nog doorstromen naar de MZ. Dat geeft ook een indicatie dat ze ouder zijn en makkelijker te bewerken zijn. Ja. Geef ook die informatie. En ja, en dan heb je het inderdaad. Dan is de vraag van wat versta je onder sportaanleg. Ja. Want ik had het daar ook nog met Peter Spaan over. Die rijdt dus nu met een aantal paarden Grand Prix. Die in de testen helemaal niet goed naar voren kwamen. En dan is dat een beetje dus. Is dat niet een paard voor de gemiddelde ruiter? En is dat dan juist wel sportaanleg? Of juist geen sportaanleg? Omdat de gemiddelde ruiter er misschien op dat moment niet goed mee weg kan. Past hij niet goed in het systeem? Maar daar is natuurlijk, dat zijn heel veel voorbeelden van paarden die heel slecht scoren op de aanlegtesten. En juist wel Grand Prix halen en paarden die heel hoog scoren, die het nooit halen. Ja, maar we praten altijd over de uitzondering. Als je naar de data kijkt op grote aantallen, ik weet het niet voor het Friespaard, maar bij het KWPN, die data heb ik dan wel, vinden wij hele goede correlaties tussen de aanlegtesten. Ja. Zelfs tussen de eendaagse aanlegtest, de IBOP, en de latere sport. Dus het wordt er goed gekeken. En dat geldt ook voor de keuring natuurlijk. En zeggen van, is de correlatie, het kampioensmerrie wordt geen Grand Prix paard. Maar ja, is dan de juiste merrie kampioen geworden? Nee. Of heeft die andere geluk gehad dat hij bij die Grand Prix eruit terecht gekomen is? Dat heb je natuurlijk ook. Hè? Ja, dat zijn de inderdaad extreme. Challenge. Ja, nee, maar inderdaad, ik sluit me hier wel een beetje bij Jenny aan. Over de sport. Er zijn heel veel mensen die willen rijden voor de sport. Jenny doet hoge niveau met de paarden. Is voor een hele kleine categorie weggelegd. Als wij hier de jonge paarden verkopen, is maar een heel kleine categorie wat hier in het binnenland voor de topspotter gaat. De meesten willen gewoon lekker rijden. B, L, M, N, Z. En dan gaat het allemaal dat ze makkelijk bewerkbaar zijn. Lieve paarden, makkelijk bewerkbaar. Stap eraf gelopen en dat ze makkelijk gaan galopperen. Gewoon simpel moeten ze zijn. En dat heb je eigenlijk ook wel weer een beetje voor een Grand Prix. Een simpel paard die meewerkend is, maar wel laat bewerken. Ja. In de ABFP-test, daar zie je toch vaak de grote ruime stappers. De grote dravers. Wat we toch heel mooi vinden. Voor de keuring vinden we dat heel mooi. Dus dat is daar goed. Dat past goed bij elkaar. Maar wat is de bewerkbaarheid van die paarden in die ABFP-test? En daar heb ik en wordt daar genoeg mee gedaan. Die paarden staan er super voor. Maar als je op het eind van de rit kijkt van alle hengsten die gekeurd zijn of de afgelopen jaren. Ze worden allemaal goed gekeurd en op het eind hebben ze 20 getest. En ze zitten tussen 72 en 74 punten. Gemiddeld. De spreiding. Dus, ja. En dan zitten we op een 6,7 op een stap, 6,8 en... Dus daar halen we niet in mijn ogen niet heel veel gewin uit. Maar we kunnen daar wel veel meer op karakter en inhoud zouden we daar veel meer uit kunnen halen. Ja. Dan zou er ook, dat zei ik heel goed voor me, dan zou er misschien ook een andere soort trainingsleider, of het moet daar ingevoerd worden, dat er naar meer punten wordt gekeken op dat moment dat die paarden daar zijn. En ook onder andere hoe ze getraind worden daar. En daar is ook die Caroline
is bij de bij CEO is geweest. Hij heeft een hele goede invloed gehad. Ja. We hebben ze wel teruggekregen. De ene keer wat beter dan de andere keer. Maar de laatste jaren is dat gewoon echt gewoon goed gekregen. Was goed terug. Ja. Caroline heeft 2 jaar lang de Hengsten gevolgd. Hè? Vorig jaar en ook het jaar daarvoor. Ja. En met name vanwege de trainingsmethode. Maar jij zegt eigenlijk dat ze heeft... Ook wel ook prima, maar ja, daar ging dan wel eens even iemand stuk. Maar in het jaar bij Peters ook, dat is toch 6 of 7 weken is dat intensief. Ze worden vaak en dan maken ze worden groen gebracht. En op een gegeven moment, ze zijn op, zeggen ze dan. Ze zijn op. Dus daar is wel echt een stukje terrein. Ook over paardvriendelijkheid, noem alles maar op. Dat is niet... Dat kan beter. Ja. Maar ik vind het veel belangrijker dat de test onder het zadel een hogere correlatie met de sport heeft, als dat die test onder het zadel met die grote stappen en die ruime dravers op de keuring. Want en daar ben ik dus volkomen met Telding eens. Als je een paard fokt voor de gebruiker, en daar ga ik toch vanuit, hè, we fokken geen welspoor, niet alleen het gras opeten. Nee. We willen een paard hebben die fijn is in het gebruik, die mee wil werken, die waar je wat mee kan doen, of nou mennen is, of voertuigen, of de zuur rijden, op welk niveau dan ook. Dan moet je, als dat het fokdoel is, dan moet je ook de keuring, zo de plaatsing zo laten zijn. Als je op de keuring al weet, ja, hij draaft ruim en hij stapt wel heel ruim, maar onder het zadel kan ik er geen keertwending mee doen, of ik kan hem niet verzamelen. Ja, dan maak je in mijn ogen toch de verkeerde kampioen. Ja. Sorry hoor, maar... Het is vaak die grote draven, ze lopen allemaal in een strakheid. En dat is op keuringen lopen ze in een strakheid in de ABV, omdat ze het nog niet helemaal los willen laten. Een goed paard, in mijn ogen, laat zich bewerken, laat zich los. En die kan je klein, die kan je laten shocken. Ja. En daaruit kom je weer, kan je hem weer naar voren rijden en het achterbeen erbij schoft omhoog. En dat is de topper. Ja. En dat is gewoon puur bewerkbaarheid. Precies, ja. En dat kan je niet. En ja, bij Peters, dat is een. Dat kan je inderdaad een stap goed beoordelen. Maar daar moet meer, in mijn ogen, meer mee gedaan worden. Tot een goed, beter resultaat te komen. Ja, bewerkbaarheid. Bewerkbaarheid. Maar daar kan je veel meer uithalen. Ja. Ja, maar ook op een andere manier kijken. Ja. Momenteel wordt het inderdaad, voor mijn idee ook, meer beoordeeld zoals het op keuring beoordeeld wordt. Het moet groot en ruim zijn. Terwijl een stap hoeft voor mij helemaal niet zo groot en ruim te zijn. Want vaak is het dan moeilijker al, A, om de verzamelde stap te tonen zonder dat ze verlies hebben van takt. B, de keertwenningen worden moeilijker. Maar ook C, bijvoorbeeld het aanpiaveren. Als je een hele mooie, correcte, kleine stap kan doen, is het van daaruit ook veel gemakkelijker om aan te piaveren. Dus ook dat talent is meestal bij die hele grote, ruime stappers, is het moeilijker. Er zijn er natuurlijk die dat kunnen, maar is het vaak moeilijker. En de galop, ik weet nog goed, op een gegeven moment was er iemand in de les bij Tineke Bartels, die had best gaand rijpaard gewonnen met een Fries. En hij galoppeerde aan met dat paard en Tineke riep gelijk: hoe moet je hier in vredesnaam 15 wissels om de pas mee gaan doen? Hij is in 4 passen aan de overkant. Ja. Maar ik hoor altijd maar roepen van, hij heeft zo'n mooie grote galop. Ja. En dan denk ik, ja, mooi groot. Ja. Het moet handig zijn. Mooi groot heb ik niet zo. Nee, het moet goed handig zijn. Maar de beoordeling moet altijd in ontspannenheid moeten plaatsvinden. Juist. En dat is gewoon, vaak is het gewoon tekort bij de ABV-test en daar kan niemand wat aan doen. Maar dat het gewoon tekort is voor die paarden en die lopen in een strakheid. En nogmaals, je moet in ontspanning, moet alles bekeuring en in alle opzichten moet je in ontspannenheid moet dus lopen. En dan kan je een beetje een beeld van het paard krijgen. Ja. En dan kom ik ook weer terug op de meetbaarheid. Hè? Want zoals je al zegt, ik ken er ook een heel aantal gevallen die de ABFP-testen gewoon niet goed hebben kunnen afmaken, omdat ze op de duur gewoon echt op waren. En als je die paarden gewoon elke dag met een hartslagmetertje zou trainen, zou je veel sneller zien, hé, maar die is vandaag wel heel erg hoog in de hartslag. Ofwel heeft hij ergens pijn, ofwel heeft hij nog last van gisteren. Maar we moeten vandaag rustig aandoen en morgen even weer kijken of het dan beter is. Maar als je altijd maar als natte vingerwerk traint, ja, dan is het echt een hoop van zegen. Klopt, we hebben in de college tour met Carolien Munsters ook heel duidelijk gehad over trainingsmethodes. En de hartslagmeter gaat helpen. Dat hebben we bij de jonge Hengsten Tjitsen ook wel gezien, hè? In het Centraal Onderzoek. Daar hebben jullie ongetwijfeld in de Fokkerijraad pas geleden ook over gesproken. Ja, en ook om dat door te zetten naar de ABFP. Hè. En na de ABFP hebben ze ook de uitdaging, hè, van onder het zadel en voor de wagen. Nou, wat Charling zegt, ze zijn bijna beleerd of een klein beetje beleerd. Ja, dat... Hè, dus dat wordt nu ook doorgetrokken, dat te zeggen, naar dat trainingssysteem. Mm-hmm. Want je wilt daar wel uit je paard halen wat erin zit. Ja. En niet alleen maar
fysiek zijn arbeid gaat doen en kijk wel waar de schip strandt. Ja. Het zijn natuurlijk hele jonge paarden voor die ABFP, ja, dus die zullen ook beter doorgereden aan moeten aangeleverd worden als je dit wil hanteren. Want de meeste worden gewoon een paar keer gelanceerd en een keer het zadeltje erop en ze worden daar gebracht. Ja, die zijn nog vrij groen. Ja, dat kan het ook niet anders. Nee, je moet gewoon een jaartje wachten, zou ik maar zeggen. Merk jij, Arie, dat bij het KWPN ook dat soort testen heel veel van belang zijn? Om ja, je moet veel naar het paard blijven kijken. Niet alle hele groep als één eenheidsworst bezien. In de test is het belangrijk om elke dag met paard te kijken. Zijn jonge paarden, kan niet werk aan? En hoe ver kun je optimaal gaan? Ja. Dat is heel erg belangrijk. En wat net genoemd werd, het atletisch vermogen. Dat is natuurlijk een punt wat voor mij bij de Vries zeker bij het fokdoel zou moeten gaan horen. En dat vraagt ook misschien een andere manier van keuren. Of een ander oog, een andere manier van voorbrengen. Je ziet ook de hengsten, ze hebben nu het vrij bewegen. Dan kun je de galop. Voor de topsport heeft een paard 5 gangen. Stap, draf, galop, jaf, passage. Nou, dat is dan niet helemaal het fokdoel. Maar je wil op zijn minst toch de stap, draf en galop zo beoordelen dat die overeenkomt met wat je gebruikers willen. Ja, maar en de gebruikers is niet het showpaard die kampioen wordt op de keuring. Maar de fokkers willen toch een paard hebben waar ze mee fijn kunnen rijden. Ja. En die wil. Ik zal niet zeggen dat de Friese fokkers geen paard willen die ze goed kunnen gebruiken. Maar we zijn wel een rasfokkerij. En het gaat mij te ver door te zeggen, we gaan alles op de sport neerleggen. Want dat de gemiddelde populatie van de Friese, we weten dat, dat het smal is in de topsport. Dus als we daar alleen onze fokkerijrichting op gaan sturen, dan zijn er ook heel veel afvallers. Ja, natuurlijk kun je iets zeggen over het huidige keuringssysteem van jongens, er staat erop en knallen. Dat is wel ook een deel van de populatie. Ja, het ras, ja. Exterieur en de keuringen. Dat is bij het KWPN anders. Hè. Die hechten daar minder waarde aan een keuring en meer aan de sport. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik sport niet belangrijk vind. Alleen het gaat mij te ver om dat te zeggen. We gaan alleen maar alle selecties toepassen op de sport en richting Grand Prix. Want daar hebben wij denk ik de populatie niet voor. Maar daar pleit ik ook niet voor, maar ik pleit er wel zijn voor. Zijn we bijna eens. Nou, voor mij is een fokdoel is een continu proces. Ja, zonder meer. En dat geldt misschien ook wel voor de raskenmerken. Als je met z'n allen vaststelt dat, laat ik twee kenmerken noemen die mij opvallen. De verticale hals en het zeer hellende kruis niet zo functioneel zijn voor het gebruik. Dan noem ik niet eens topsport, maar gewoon voor het gebruik. Mm-hmm. Ja. De ene om het teruggebruik te laten zien. En de ander voor de kracht uit achterbeen. Als je dat met z'n allen vaststelt, dan vind ik dat je ook als rasfokkerij moet kunnen discussiëren. Ja. Is het type in beton gegoten of zijn we toch op weg om, nou, de PvdA zei vroeger een keer schuivende panelen, maar om het wat aan te passen en kunnen dat bij de rasdefinitie. Voor mij moet, zonder meer. Ik kan me voorstellen, je fokt een Fries paard en als ik een paard zie, moet ik kunnen zien of het een Fries is of een KWPN. Klaar, die discussie. Duidelijk. Niet, dat is duidelijk. Juist. Maar zou je het ras ideaal niet wat kunnen laten bewegen richting het functionele zijn voor de gebruikers? Dat is mijn oproep. Ik denk dat dat al gebeurd is ook, hoor. Ik denk dat de halsstand nu wel al behoorlijk anders is over het algemeen dan de halsstand van zeg maar 20 jaar terug. Ja. Dat het hele verticale, dat zie je toch wel al wat meer eruit gaan. Ook door bepaalde hengsten, die hebben daar wel een stempel al wel op. Ja. Maar wel nog een vraag aan jou, Tjitse. Waarin denk jij dat wij gaan verliezen dan als wij zeggen van wij zetten in op de sport? Want voor jou, het lijkt nu alsof jij denkt dat het een of het ander. Nee, voor mij is dat niet. Iets best wat samen kan gaan. Nee, juist niet. Een bewerkbare galop, een handige galop, in plaats van een hele grote, is volgens mij ook handig voor het meisje van de buren. Ja, nee, maar zonder meer. Hè. En ook de functionele bouw ga ik helemaal in mee. Hè. Dat kortafhellende kruisje, het is een raskenmerk geworden vanuit de landbouwtijd. Maar hè, daarvoor was hij er niet. Hè. Dus daarmee gaan we ook wel weer mee. Alleen het ene sluit het ander zeker niet uit. Maar op het moment dat je alleen maar richting Grand Prix paarden wilt fokken, dan gaat dat ook iets met het karakter doen. Kan dan
het buurmeisje en iedereen nog door het bos met dat soort paarden. Ja. En dus ik pleit voor een hele brede selectie. En misschien moeten we wel meer richtingen gaan denken. Ja. Dat wij toch sportpaarden, hè, wat nu ook via het verkort onderzoek komt, hè, dat die wel de kans krijgen. In de fokkerij zien we dat niet altijd terug. Maar geef maar dat maar een paar generaties de kans. Ja. Ik wil niks uitsluiten. Alleen het gaat mij te ver door te zeggen, we gaan één richting op. We gaan alleen maar voor de topsport. Ja. En, want dat doet... Hè? Dat heb ik ook niet genoemd. Hè? Nou, Ik heb alleen geadviseerd om de sport nog meer te gebruiken. Ja. Om gegevens te verzamelen. Nee, maar daar ben ik het ook volledig mee. Over de gezondheid en over je bruikbaarheid van de paarden. Maar ik heb een aantal vorige afleveringen ook gezien. En dat punt van karakter werd daar ook al vaker genoemd. Maar dan komt het over voor mij alsof men denkt dat een topsportpaard per definitie een heel moeilijk karakter heeft. Nee. Voor mij zijn dat de meest fijne paarden die er zijn. Een aangenaam karakter. Zijn elke dag meewerkend. Elke dag, en gelijk Peter ook zei, ik kan mijn 5-jarig zoontje gewoon op Elias zitten, niks aan de hand. Ja. Maar ga ik er daarna de ring in, dan wil hij het wel voor mij doen. Ja. Dat was mijn Wolter ook zo. Ik heb mijn Wolter op horse event gestaan. Er kwamen 50 kinderen op hem afgerend. Die gaf geen krimp, die stond daar als een paard. Terwijl ze hem overal zaten te kloppen tot in zijn liezen aan toe. Ja. En die deed dat gewoon. Maar dan kunnen we zeggen dat het karakter van het paard de afgelopen jaren veranderd is? Dat denk ik wel. Alleen het is moeilijk meetbaar, omdat we eigenlijk nu maar kort nog de karakterindexen hebben. Mm-hmm. Alleen op langere termijn zul je dat naast elkaar kunnen leggen. Ik denk, het ene sluit het ander niet uit. Nee. Alleen we hebben best nog een hele grote, veel liefhebbers die gewoon een braaf paard, op stal, een knuffelpaard, lekker mee door het bos. Dus daar is het karakter heel erg belangrijk. Ja. En ik denk toch dat een gemiddeld Grand Prix paard, en het is niet zo dat een Grand Prix paard een niet bewerkbaar karakter is. Nee, juist niet. Zonder meer, alleen ze zullen iets simpeler zijn dan een gemiddelde. Als je een trouwerij mee wil rijden, hij moet 2 uur stil blijven staan voor het gemeentehuis. Ja, ja, ook, maar, dat soort paarden, ook dat soort paarden willen we graag in de populatie houden. Ja. Hè? Dus ik wil die maar paarden. Moet je daarna fokken of blijft dat vanzelf wel over? Nou, dat is de vraag. Als je alleen maar selecteert op één onderdeel, en dan probeer ik meneer Hamoen toch wel even uit te dagen. Oh, ik kom zo nog terug. dan past dat denk ik niet in onze populatie. Alleen, het is niet zo dat ik één onderdeel of onderdelen wil uitsluiten. Juist niet. Ik wil juist die breedte er graag in houden. Dat er voor iedereen wat wils is. Ja, maar wat is karakter? We willen een schaap op de poetsplaats en een tijger in de ring. Ja. Maar akkoord. Ja. Elk Grand Prix paard is geen tijger. Er zijn Grand Prix paarden en ook hengsten die Grand Prix paarden geven die heel makkelijk zijn en die ook mee kan rijden. Maar er zijn ook paarden die wat sensibeler zijn. Ja. Maar het woord karakter, dat staat nu voor één kenmerk, maar het is een divers kenmerk. Maar ik wil ook een Fries hebben die niet halverwege dat ik in het bos ben en zeg ik hou er mee op. Nee. Ik moet wel looplust blijven, ik wil wel thuiskomen. Ja, we hebben nu ook meerdere, onderdelen in het karakter. Hè? Het stalgedrag en de bewerkbaarheid en de inzet en uithoudingsvermogen. Hè? Dus we gaan. Maar dan moet je misschien ook nog strenger observeren tijdens je verrichtingsonderzoek. Ja, dat wordt nu ook wel meer gedaan. Meer hengsten testen en toch een paar hengsten. Wij hebben ook de afgelopen jaren echt elk jaar wel één hengst uit moeten verwijderen. Die karakter gewoon niet geen fijne rijdbare paarden geven. Ja, dat gebeurt wat daarna ook. Dat is ook altijd wel gebeurd. Er zijn wel meerdere jonge hengsten in het verrichtingsonderzoek destijds. Wie het daardoor dat moesten verlaten voor het karakter. Ja, alleen, maar het wordt vaak niet meegegeven van jongens, deze heeft een niet fijn karakter. Hè, maar het is minder trainbaar of dat soort dingen. Als ze geen werkelust hebben, dan is het ook. Dan moet je ook afscheid nemen. Ja, maar ik denk dat ze moeten het wel voor je willen doen. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk karakter koesteren we met onze Friese paarden. Absoluut. En dat is een van onze USP's, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik vind het wel grappig, want als jij over een karakter praat, praat je over een heel ander karakter als wanneer Tjitsa over een karakter praat. Nou, ik denk dat we heel dicht bij elkaar zitten. Ja. Alleen, denk ik ook. Ik ben een beetje. Dat wil ik juist voorkomen, dat mensen denken dat een sportpaard per definitie heel moeilijk is voor iedereen. Nee. Niet moeilijk, maar wel meer sensibiliteit. Maar als je erop zit,
Ja, maar ook als je dan in het bos gaat? Dat wil niet zeggen, ja, nee, een bos op lang teugeltje zonder geen teugels probleem. Maakt niet uit. Nee. Het kan allemaal hetzelfde paard? Ja, ja. Het kan wel, alleen ik denk dat het gemiddelde Grand Prix paard een iets ander karakter heeft, iets sensibeler is dan... Niet sensibel, hij is werklustiger. Ja. Ja. Sensibel is dat hij schrik van elk blaadje wat hij tegenkomt. Ja, kan ik ook wel een paar voorbeelden van. Als je het hebt over sensibel op de hulpen, dat die hulpen goed doorkomen. Ja. Maar dat is ook een gedeelte training. Ja. 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 Wij hebben hier natuurlijk veel jonge paarden. En dan er zijn ook trainingstaal, dressuurstaal en een of wie een specifieke tuiger zoekt als specifieke goed dressuurpaard. En dan zeg ik, ja, maar je moet nu niet denken dat ik je morgen bel dat ik een goed paard voor je heb. En zei, dat kan wel een jaar duren. Maar een echt goed sportpaard, of voor de tuigerij, of een dressuurpaard, die hebben we maar een enkele keer. En de rest is gewoon 12 in dozijn. Dus eigenlijk zeg je die extreme goede sportpaard. Ja, maar precies. En dan moet je een beetje het vertrouwen hebben. En sommige mensen die vragen mij bewust ernaar. En dan zeggen we, ja, nu hebben we hem. En die weet je eigenlijk al in opvak. Dan weet je wat voor lijn dat je komt, wat voor vader. En het gedrag in het opvak had. Hoe hij naar de bak loopt. Dan heb je hem al in de smiezen. Ja. En dat is gewoon de bewerkbaarheid, het karakter, wat je graag wilt zien. En dat wil eigenlijk iedereen wel zien. Precies. Maar daar heb je heel weinig van. Ja. Dus wil je erop fokken? Nee, het is ook wel een beetje geluk hebben bij de Fries dat je dat topsportpaard dat erin zit. Ja. En dat ze het voor je willen doen en je niet laten staan in de bak of in het bos. Dat zou toch fijn zijn als we daar meer van hadden? Zeker te weten. Ja. Maar dus dan moeten we daar wel op gaan selecteren. Ja, absoluut. Ja. Want de recreatiepaarden, die komen er toch wel. Ja, maar dat is wel weer de afzet. Ja. De afzet is wel voor ons de recreant. Ja. En het andere volk en het mooie paard. En de sport, als je hem zo ver hebt, dan is dat misschien wel de duurste en het beste verhandelbaar. Maar qua aantallen, schieten wij er niet zoveel mee op. Nee. Ik ben niet voor een lelijk paardfokker of een lelijke vriesfokker, maar soms moet je mooi gaan vinden wat functioneel is. Ja. 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 En als functioneel is voor de gebruikers om van die... in het verleden van die onwijze ruime stap af te komen. Nou zie ik dat bij de Vries nog niet zoveel eigenlijk. Nee. Op een keuring al helemaal niet. Maar het wordt wel gepromoot. Maar je moet wel ruimer kunnen stappen en gelaten kunnen stappen. Maar dan moet je ook wel de omstandigheden dat je de data verzamelt zo laten zijn. Ja. Ja. He, dus ik wil toch nog wel eens een oproep doen om misschien wat meer rust met de voorbrengen te gaan doen. En dan komen degene die vanzelf dat karakter tonen, he, die op de eigen hulp, op een kleine aanwijzing, al met het achterbeen vertrekken. In plaats van 5 zweepknallen krijgen. Ja, we hebben in de komende Friso, Arie, die in de bus ligt dit weekend, dan hebben we ook een artikel over het niet spectaculair, maar functioneel. Functioneel, dat is... Maar hoe dan? Ja. Maar ik wil dan even, het is spektakel. Natuurlijk een heel stuk verbeterd door de jaren heen. Want als ik als jongen met mijn ouders naar het vet ging, dan moesten de hengsten ook lopen. En op een gegeven moment, ze waren in een hoek gedreven en ze werden hard het publiek ingejaagd. En dan ging een keer gedraafd worden. En op een gegeven moment, toen had de inspectie een pion neergezet. Ja. En dan niet meer in een hoek jagen, maar bij die pion beginnen te draven. Maar dan ging het er zo op. Het is allemaal wel wat rustiger geworden. Maar op een hengstekeuring, daar zit heel veel naar te kijken. Ja, dat moet natuurlijk heel anders. Dat moet veel meer in rust. Dat is helemaal veel te veel opgeblazen. Het is mooi voor de show op dat eind. Maar het kan wel, dat vind ik iets. Hoe zou jij het anders willen doen, Charling? Ja, gewoon die muziek eraf. Ja. Ja, ik heb wel een mooi achtergrondmuziekje. Dat is prima, rustig. Maar de helft minder. Dat is dan een stuk beter. En dan de zweep weg en ook de rammeldoosjes buiten de ring? Jawel. Dat zou eventueel, die hengsten die lopen wel. Ja. Die loopt hoor. Ja, 100% die loopt. En ook de vuur heeft dan maar een paar meter nodig. En niet, maar die aanjager, door die muziek en dat hele gebeuren. Ja. Je kan er wel 5 aanjagers in zetten, maar dat maakt dat paard niks meer uit. Nee, ja. De entourage, is hij toch al helemaal... Is hij het een beetje kwijt. Precies. Ja, er is ook wel over gesproken. Hè. Het artikel komt er, hè, maar ook vanuit de rust. En dan krijg je veel meer functioneler... Die er wel zijn. Het moet wel beloond worden. Dan spreek ik even vanuit mijn ervaring als jurylid. En ik heb zelf jarenlang meegejureerd. En dan waren we soms echt wel in discussie... dat er een paard voor mij heel functioneel, technisch netjes door de baan ging... mooi door de bochten heen, hetzelfde, hè, bleef draven. En dan zei ik,
ik had toch net even dat beetje meer willen zien. Ik zei, ja, maar daar hebben we het nu juist over. Jullie zeggen de hele tijd geen spektakel. Ja. Deze doet geen spektakel, maar draaft functioneel. En dan wordt het niet beloond en dan wordt hij geen ster. Dat vind ik dan ook niet terecht. En dat was dan toch wel vaak uiteindelijk ligt de jury bepaalt het. De sleutel ligt bij de jury, die zegt dan... En die zegt ook een keer, heb nu deze ronde met veel te veel spektakel gelopen, aan de kant blijven staan en nu een keer op eigen benen laten draaien. Kom straks, maar terug als hij rustig is. Ja. Als je ze goed klaar hebt, dan hoef je haast geen aanjager. Nee. Maar even misschien voor de Hengse kunnen, alternatief voor want het galop was toch wel heel erg ruim en dan moet ik gelijk aan Tineke Bartels denken van jou net, maar ja, je zou het longeren kunnen overwegen. Ja, ja. De, misschien is het dan nog wat makkelijker te beoordelen als dat ze zo gespannen zijn. Als ze niet in rust galopperen, maar met hals erop en de staart erop. Ja. Ja, dan kun je eigenlijk wel zeggen, als je zo met de staart erop beweegt, stop maar met cijfers voor de beweging geven, dat kan ik niet beoordelen. Nee. Die correlatie is ook veel te laag. Hij moet Maar daarom is dat toen ook destijds in het leven geroepen. Want voorheen wezen we 20, 25 jonge hengsten na voor het verrichtingsonderzoek. Ja. En toen hebben we op een gegeven moment, dit moet anders. Want uit de herkansingen kwamen ook hengsten. En nou, misschien wel beter, maar goede hengsten zijn ervan goedgekeurd. En dan zeiden we ook, wat functioneel is in bouw en in beweging. En mocht er dus een mispas tussen, maar het is functioneel en bloedvoering is interessant genoeg, dan moeten ze meenemen. En toen is dat ook direct gebeurd. Toen hebben Harry Draaier en Jespers en Boersma hebben toen direct 55 of 60 jonge hengsten meegenomen. Ja. Ja. En ze, doen ze allemaal maar onder het zadel en dan gaan we dan weer verder zien. Ja. Dat is je toch je fokdoel. Goeie zaak. Ja, maar dat was ook een hele goede zaak. Ja, dus dat is uiteindelijk wat we nu met de voorrijdagen ook doen. Ja, de trend zet natuurlijk gewoon door. Maar dat is een goede ontwikkeling geweest. Ja. Want ik vind het wel een aardige... Arie zegt eigenlijk die galop aan de longe. Maar hoe zit het bij de merries? Want de roep om ook bij merries zeg maar, te selecteren op galop is... Nou, bij merries, kijk, ik weet dat het natuurlijk een cultuur is van keuring. Daar hebben we bij andere stamboeken ook mee te maken gehad. Met grote fokdagen, mensen langs de kant. En om dat te veranderen, dat kost tijd. Maar... Je kan ook langzaam beginnen met alternatieven doen. Als je voor merries, met het IBOP, het hele merrietest gebeuren, nog meer wil stimuleren. En daar ook aan het einde van de dag gelijk een predicaat aan hangt. Ik denk voorspel dat in de toekomst, dat we minder driejarigen gaan keuren in Nederland. Ja. Dat het door onze mede-Nederlanders niet toegestaan wordt om met zulke jonge paarden aan de gang te gaan. Wat je er ook van vindt. Ja. Dat er veel minder naar vierjarigen gegaan zal worden. Ook met testen onder het zadel. En dan ook... Veel meer merries gewoon. Die moet, als je met de merrie wat wil doen, dan wil je hem zadel mak maken. Nou, laat hem dan gelijk een test lopen en hij kan dan ster of keur worden en de predicaten halen. Als je die mogelijkheid opent naast, dan krijg je ook al een verschuiving. Ik denk dat binnen een paar jaar meer paarden onder zadel gekeurd gaan worden als bij de stamboekopname. Ja. En bij de stamboekopname, ik zou ook de merries dan toch willen laten vrij bewegen. Want die galop is onontbeerlijk voor we hebben niet eens over vijf gangen, maar toch over stap af galop. Ja. Moet je kunnen beoordelen. Ja. Maar dan komen we weer even over dat vrij bewegen en in galop. Dat moet wel in ontspanning gebeuren. En als we naar de hengsten al zien afgelopen jaar. Nou, er is maar enkeling die zich ontspant in die kooi. En bij die merries, als je de staat erop gaat en ze galopperen en ze vluchten en een strot erop en de rug weg. Ja, dan heeft het voor mij geen waarde. Nee, maar daarom is misschien het longeren een beter alternatief zijn voor het Friese paard. Ja. Zien we dat voor ons op de fokdag? Nee, dat is niet op de fokdag. Dat is niet op een fokdag. Daar is de fokdag niet voor. Nee. En de fokdag brengt ook veel fokkers bij elkaar. En dat is ook een traditie. Ja. En dan zeg je, een traditie, dat wordt soms ook weer anders. Maar dat is een... Daar is nog wel markt voor, er is handel in. Dus het is niet alleen wat de sporters wat willen. Het zijn ook echt de fokkers, de keuringsliefhebbers. Ja. Dat zijn echt de sporters van de van keuring. De fokkers, de sporters van de fokkers, Dus, en die zijn gewoon heel belangrijk. En als we daar de kampioen hebben, wie daar mooi met de staart en een vierde draaf. Ja, dan worden we toch, vinden we toch allemaal mooi. Ja. En dat is net zoals we een tuigpaard zien. Een KWP een teugpaard, daar kunnen we alles van vinden. Maar als er één door de baan was, dan vinden we dat toch allemaal toch mooi. Ja. Maar dat is de kunst van het stamboek. Je hebt een sociaal aspect. Ja, je bent een vereniging, dus je wilt de mensen stimuleren om het Friese paard veel meer te fokken en te promoten en te gebruiken. Maar aan de andere kant heb je ook
ook de opdracht om zo goed mogelijk data te verzamelen. Ja. En die twee punten moet je wel proberen in balans te doen. Dat is best een hele uitdaging. Ja. Maar ook de maatschappij verschuift. Ja. Want kijk maar eens naar de gemiddelde leeftijd van de bezoekers op de fokdagen. Die is geen 20. Nee. Geen 30, denk ik. En geen 30. Hè, die speelt wel de keuring natuurlijk. 60, 70. Nee, maar dat is een punt van keuringen. Ja. Ja. En die verschuiving hebben we bij andere standboeken ook gezien. En dan kom je toch weer naar alternatieven. Dus ik zeg niet dat de ene gelijk moet stoppen, maar is een ander goed alternatief erbij naast geeft. Ja, daarnaast. Dan kun je ook stimuleren. Ja. Ja. Daarnaast prima, wat mij betreft, hè, ook meer in de baan keuren naar het meer functionele. Hè, dus, daar kun je morgen mee beginnen. Precies, keur meer functioneel, maar toch vinden we, wat Sjaling zei, van de mooiste draf vinden we ook heel mooi. Ja. Nou ja, op zich kun je daar twee rubrieken voor maken. Hè. Eén met de meest spectaculaire draf bijvoorbeeld, maar we keuren de paarden in de ring zo functioneel mogelijk. Ik vraag mij ook af of het beoordelen van de galop van de merries zoveel extra gaat bijdragen. Hè? Want ja, we willen graag data verzamelen. Maar hengsten brengen veel meer nakomelingen voort. Daar selecteren we al jaren op de galop. En dat heeft zich duidelijk uitbetaald. Ja. De galop is zo ontzettend veel beter geworden. Ja. Ondanks dat we nooit een merrie getest hebben. Nee. Merries worden ondertussen krijgen wel een sportpredicaat of elitepredicaat. Dus worden veel meer uitgebracht in de sport. Daardoor weten we alweer iets meer over de kwaliteiten. We hebben IBOPs, we hebben ABFP's. Ik vraag me af voor een merrie, hoeveel veulens brengt hij op de wereld uiteindelijk? Of het zoveel toegevoegde waarde zal hebben voor ons om die galop nog meer te verbeteren. Om die data's van de merries te willen hebben en daarvoor ons hele keuringssysteem om te gooien. Ja. Aan de andere kant kijken, want als je 20 veulens van een hengst in zijn eerste jaargang, hè, de eerste 20 veulens ga je thuis scoren. Linea score. Ja, die worden nu gescoord. Dat kost geld, linea score, maar die laat je ook galopperen. Uit onderzoek met KWPN is gebleken dat een van de kenmerken is die de hoogste correlatie heeft met de galop als de jaren 100 zadel. Dus dan weet je al heel snel. Ja, van punt 9 zelfs. Een van de hoogste kenmerken. Okay. Dus weet je al heel. Maar die galop wordt niet beoordeeld. Die wordt thuis beoordeeld. Ja. 9 van de 10 keer in de bak of in de longeercirkel. Merrie los. Ja. Veulen los. En dan spartelen ze eerst wel even. Ja. Maar dan praat je even met de fokker. En op een gegeven moment zie je die draf ontspannen. Zowel van de merrie als veulen. En eigenlijk, dat is wel een heel mooi systeem om informatie te verzamelen. Maar dat. Om die veulens dan te laten galopperen. Ja. En dan krijg je veel eerder al een indruk van vererft die hengst. Ja. Is het een potentiële vererven van de galop of niet? Kijk, als de hengst zelf ontzadelen doet, akkoord, dat geldt ook voor het management en de hele zaak eromheen. Die informatie is wel belangrijk. Ja, als ik jullie ook allemaal zo'n beetje beluister, dan zoeken we toch ook steeds meer de relatie tussen beweging, sport, functionaliteit bij gebruik, elkaar. Ja. Gebruik. Ja, en, De werkbaarheid, dat is het toch. Ja, dat is, atletisch vermogen. Ja. Atletisch vermogen. Nou, dat is je moet er echt weer gaan vergaderen. Want het voetbal wordt al langer en langer, geloof ik. Zo. Ja, afgesproken, we gaan maanden gelijk maar erover hebben. Maar hebben, dat valt niet mee. Nee. Nee, hè? Dat is het probleem een beetje. Ja. Wat willen we te veel? Nou, dat denk ik niet, maar we moeten wel keuzes maken. Hè. Daar waar we het nu echt gezondheid, duurzaamheid, vruchtbaarheid... Ja, daar hebben we echt wel een uitdaging. Ja. Aan de andere kant is het ook niet zo van dat het hopeloos is. Als ik Facebook lees, dan denk ik van er is geen gezond paard meer over. We moeten ook een beetje positief blijven. Ja. Alleen ik wil niet bagatelliseren dat er niks aan de hand is. Maar als ik in mijn eigen kleine stal zie, ik heb weinig problemen met paarden qua gezondheid en vruchtbaarheid. Alleen we moeten er wel iets mee. En we gaan er ook iets mee doen. Maar wel fasegewijs en keuzes maken. En ook met inteelt verwantschap. Daar moeten we echt iets mee. Hè? Want dat stijgt. Verwantschap stijgt. Ja. Nou, daar hebben we allerlei instrumenten kunnen we daarvoor inzetten. Maar dan moeten we wel keuzes met z'n allen gaan doen. En daarom gaan wij als Fokkerijraad ook meer naar de regiovergaderingen. En niet om een hapklaar brok van dit is het advies aan het bestuur en het is ja of nee. We willen met z'n allen in die discussie komen van hoe gaan we dit aanpakken. Door laagverwante hengsten naar voren te schuiven. Misschien moet er wel een plafond op bedekking van hengsten die heel veel hoogverwant zijn en heel veel dekken. Misschien kunnen we het ook oplossen door meer hengsten goed te keuren, door meer in de breedte. Maar we zullen die discussie met z'n allen aan moeten gaan. Ja.
En ik ben persoonlijk geen voorstander van dat het fokkerijraad die schrijft een advies, het bestuur neemt er wel niet over. En de ledenraad die zegt ja of nee. Nee, dan moeten we met z'n allen keuzes in maken. Ja. Dat is ook veel leuker om het over dit soort dingen te hebben. Regelvergaderingen hebben ook een aantal technische dingen. Hè? Over financiën en over tuchtcommissies en dat soort dingen. Superleuk. Maar uiteindelijk is fokkerij veel leuker om het daar met z'n allen over te hebben. Ja. Want jij roept eigenlijk iedereen op, kom naar de regiovergaderingen. Jullie hebben een aantal plannen gemaakt. Ja, die plannen die worden ook gepresenteerd daar, hè, ja. Van, om keuzes te maken. Maar nogmaals, wij hebben nog heel weinig hapklare brokken van jongens, stemmen voor of tegen. Mm-hmm. Ik vind ook niet dat wij in die positie zijn. Maar uiteindelijk willen we graag het net ophalen van wat willen we met z'n allen. En daar een advies op baseren en zo te werk gaan. En dat is denk ik wel. Precies, en dat is wat mooi op die regiovergadering om samen met elkaar te discussiëren. Wat vinden we ervan en wat kunnen we ermee doen? Veel leuker om over paarden te hebben dan over financiën. Je financiën maar je moet wel een lijn uit gaan zetten. Tuurlijk, en daarom komen we ook. Kijk, schiet je alle kanten op. Nee, maar je bent geen spierboot, je bent een grote tanker. Je hebt een hele grote 5000 dekkingen, je bent een hele grote vereniging. Ja. En op een tank heb je ook een kapitein nodig die toch een bepaalde richting... Anders kom je ook pas in het Suezkanaal terecht. Die moet wel een bepaalde richting blijven sturen. Je kan niet elke dag omzwalken. Nee, dat kan niet. Alleen je kunt wel zeggen van als wij laagverwante hengsten een paar extra goedkeuren... die doorrekeningen zijn we nu aan het maken... dan scheelt dat 0, zoveel in het verwantschap over 10 jaar. Ja. Als je nog wat andere maatregelen daaraan aan toevoegt... ja, dan kun je het misschien wel echt. Hè. We zijn gestegen in 13 jaar van 17,5 naar 17,8. Ja, dus het stijgt wel. Dus, dat willen we eigenlijk graag ombuigen. Ja. Daar zullen we het met z'n allen over hebben. Het is een gesloten populatie, dus... Het blijft toch altijd stijgen? Nee, dat is, hè, want per 10 jaar komt er 1% muteert van degene. Hè, dus als je op hetzelfde niveau zou blijven, dan daal je 1%. Okay. En dat is de theorie, want hè, we zijn een gesloten populatie. Ja, dan denk je het wordt altijd meer, omdat het altijd maar weer extra erbij is. Nee, hè, want per generatie heb je 1% nieuwe genen. En, dus... Alleen voordat we van die 17,8 onder de 10 zijn, ik denk niet dat ik dat meer meemaak. Nee. Maar we gaan er zeker aan werken. Dat is een van de onderwerpen waar we het graag met de leden over willen hebben. Precies. Ja. Weet jij zo wat het verwantschap is bij het KWPN gemiddeld? Ik dacht dat het een procent of 5, 6 was. Oh, toch wel, ja? Dus we zitten wel wat dat betreft wel behoorlijk hoog. En dat geldt dan heel verschillend. Bij de tuigpaarden en de gelden ze duidelijk aan de bovenkant. Ja. En bij de springpaarden wat lager. Ja. Alhoewel populaire hengsten als een Cornetto Belenski, die heel veel gebruikt wordt, natuurlijk dat ook heel snel kan veranderen. Ja. Want ook een andere fokkerij speelt dus wel een hele duidelijke rol. In theorie wordt er wel eens gesproken over DNA afnemen van volle broers. Want die kunnen heel verschillende genenpatronen hebben, DNA-patroon zijn. Maar dan ga je heel specialistisch bezig en dan word je haast net als een kippenfokkerij met een laboratorium fokken. Maar zover zijn we de paarden nog niet. Nee. Maar op termijn, als DNA steeds goedkoper gaat worden met onderzoek, zou je natuurlijk kunnen bekijken. Want als je merrie-hengst combinatie hebt, wie van de twee heeft nou de meest afwijkende genen ten opzichte van de populatie? Ja, dat wil je graag weten. Ja. Dat zou in de toekomst, maar dat laat ik misschien, of ik dat maar meemaak is wat anders. Maar dat is wel even, theoretisch is dat wel een van de modellen om naar te kijken naar de toekomst. Ja. Want inteelt brengt heel veel nadelen met zich mee, dat weten we allemaal. Zeker bij die gezondheidskenmerken. Ja. En er is niet alleen gezondheid ten aanzien van geboorte, maar ook van duurzaamheid. En vruchtbaarheid. En vruchtbaarheid, pezen, alles. Klaar. Ja. En ons verwantschap is misschien, zal misschien iets stijgen, denk ik. Maar de inteeltgroei, die daalt, dacht ik wel. Hè? Want we houden ons als fokkers behoorlijk goed aan, aan die interpercentage van maximaal 5% in 6 generaties. Dus die inteelt, dat gaat wel goed. Hè? Dat is ook jaren wel gecommuniceerd. Hè? Dus dat gaat wel goed. Alleen, je kijkt toch ook naar je volledige populatie. En juist een aantal hengsten, die drukken daarop. Hè? Die, maar goed, dat zeggen we dan. Onverwante hengsten zijn niet voor niks onverwant. Want ze worden misschien, of ze zijn in het verleden misschien wat weinig gebruikt. Tjalling, hoe zie jij dat? Dat is precies hoe je het zegt. Ja. Een onverwant is niet voor niks onverwant. Maar we hebben ze nu nodig. Ja. Dus we moeten ze pakken. Zij de hengstenhouder die een onverwante hengst in zijn stal heeft staan. Zeker. Dit zijn wel de feiten. Ja. Dat is gewoon zo. En
Ja, als het gezonde, correcte paarden zijn, en we hoeven er ook niet helemaal in door te... Want we hebben ook we hebben een stuk of 6 hengsten met laag verwant nu, denk ik, erbij. En nog een paar die echt een beetje lager zijn bij die jonge hengsten. Ja. Nou, die moeten straks eerst maar aan alle basis-eisen voldoen. Ja. Dan moeten ze die verrichtingsonderzoek naar doen. Dus als daar weer eens een keer 2 van overblijven, van door laag verwant, dan gaat het weer heel best. Ja. Ja. En wie het hoogverwant is en wat een goede hengst is, die moet je ook gewoon blijven pakken. Ja. Maar doe daar dan inderdaad misschien... Laat ze een paar minder dekken. Ja. Maar in dat opzicht vond ik ook het voorstel van Bouke de Boer... daar sluit ik me ook wel bij aan. Ik vind het helemaal niet gek om weer terug te gaan... naar wat we vroeger alles gedaan hebben. Dat die hengsten alles wat mogen dekken... voordat ze überhaupt het centraal onderzoek hebben doorlopen. We hebben daar vroeger bijvoorbeeld een diemer uitgehaald. Dat was de vader van Lutske, model... die dat weer de moeder van Heinze is geworden. Ja. Dus Diemer, het schijnt het meest prachtige paard te zijn geweest... wat er ooit op centraal onderzoek is geweest. Maar ook de slechtste resultaat ooit in centraal onderzoek. Dus hij is er helemaal niet gekomen met de slechte cijfers ooit. Maar hij brengt vervolgens wel door 24 dekkingen... in de periode voor het centraal onderzoek... een Lutske van Bakkerijenga, die heeft zijn Pieterkier ermee gedekt... En die wordt vervolgens de reservekampioen van de centrale merriekeuring. Dus dat was een topmerrie. En die brengt weer een goedgekeurde dekhengst. Ja. Dus ik pleit daar ook wel voor om tenminste voor de hengsten met heel laag verwantschap... wel zo'n kans te geven. Want ook al halen ze het centraal onderzoek dan niet... dan halen we daar altijd wel weer eens wat uit. Ja. En als daar al zo op geselecteerd is door de hengstenkeuringscommissie... genetisch qua... want alleen de hengsten met een hele goede moederlijn... gaan door uiteindelijk naar de voorrijdagen of centraal onderzoek. Nou, dan is daar al wel genoeg in geselecteerd... om dan uiteindelijk de kans te durven wagen van... nou, dan gaan we daar toch eens wat dekkingen op doen. Ja. Ja. Dat wordt vast wel geopperd in de plannen, denk ik. Ja, wel in de plannen. Alleen daar is het tegenargument voor. Op het moment dat je ze niet hebt getest, dat ze niet in centraal onderzoek bent geweest... dan weet je niks over de karakter van de hengst. Dus, en dat vinden we ook wel belangrijk. Maar je ziet ook al met de aanwijzingen van de voorrijdagen... dat de lat bij onverwante hengsten... dat die lat ook wel eens even... dat ze wel even worden geholpen... En daarom denk ik ook dat de goede onverwante dieren, zowel bij de hengsten, maar ook in de merrielijn, die mag je best wel een bonuspunt geven. Ja. Alleen wel blijven selecteren, ook in het gebruik. Want jij zegt nu van ze worden geholpen naar de voorrijdagen, maar als ze uiteindelijk centraal onderzoek niet halen en ze worden niet in de fokkerij gebruikt, dan hebben wij er niks aan dat ze worden geholpen naar de voorrijdagen. Nee, maar waarom? En dan is de vraag van waarom hebben ze de centraal onderzoek niet kunnen halen? Is het inderdaad door bewerkbaarheid of door karakter, wat je er eigenlijk niet in wil hebben? Dat weet ik niet, want die informatie krijgen we nooit. Dus ik zeg niet dat ik pertinent tegen je voorstel ben. Alleen, is het qua aantallen in de populatie zul je daar minimaal effecten mee genereren. Ik denk ook vooral dat door communicatie, door zeggen verwantschap is belangrijk. Hè, dat mensen, en dat zie je nu al, dat onverwante hengsten toch relatief meer gebruikt worden dan voorheen. Mm-hmm. En als je dit doet, dan neem je een risico dat je ook qua karakter en bewerkbaarheid toch iets binnenlaat wat misschien minder gewenst is. Maar dan moet je dat accepteren, hè, dat zo is. Ja, maar dan ga jij er wel van uit dat een hengst die op het centraal onderzoek daar niet goed in zou zijn, per definitie dat ook weer doorvererft. En ik denk dat als jij een sterke moederlijn daarachter hebt zitten, die bijvoorbeeld al sportpredicaten en dat soort dingen heeft gedaan, dan weten we toch al een heleboel al van het karakter wat daarachter zit, zonder die hengst te testen. Nee, precies. Dus ik zeg ook niet dat hoop je dan dat meevalt. Want je zijn in het verleden ook hele toppers geweest in Leeuwarden. En dan zei die ging naar het onderzoek toe en die hadden dan al 100 in het boek, zeiden ze dan. Nou, die wou iedereen bedekken. Ja. Nou, de eerste voorrijdag, ik denk dat hij geen één meer in het boek had. Nee. Zo slecht was hij. Ja. En dat kan ook met een onverwante, kan dat gebeuren. Ja. En ja, dan kan je wel zeggen, dan heb je er 100 veulens van. En ze hebben allemaal... 100 is veel. Nee, maar... Ja. En dan zit er toch eigenlijk een probleem achter. Ja, en toen zeiden ze, dat had de moeder eigenlijk ook. En dan, op een gegeven moment kom je er dieper op in. Ja, het waren allemaal wat preferenten. Ja, maar dat is weer even dat rondje op een keuring wil lopen. Ja. Maar geen één sport. Ja. Dus weer over duurzaamheid, maar dan hebben we er wel 100. Nee, ik zou er liever een paar extra de kans geven na de CO. Na de centraal onderzoek als voertuig. Ja, meer goedkeuren met het CO. Ja. Als dat is. Wijs ze maar ruim aan. Ja. Probeer ze maar extra een kansje te geven in centraal onderzoek. Ja. Doen ze het onder het zadel. Gewoon gemiddeld ten opzichte van anderen. Geef ze dan de kans in de fokkerij eentje meer. Ja. Ja. Maar ze moeten wel in de minimumvoorwaarden voldoen van...
ja, we fokken geen standbeelden. Nee. Ja, maar dat zou ik ook prima vinden. Dat je ze wel test. Maar dan moet je de lat op het centraal onderzoek iets lager liggen in mijn ogen. Want momenteel, hè, nu zijn er weer 4 hengsten goedgekeurd. Ik vind dat bijzonder weinig. En dat ik dan zie dat er hengsten op bijvoorbeeld een half puntje niet halen. En denk ik, jongens, als dat een meerwaarde heeft voor de fokkerij, waar praten we dan over? Om ja, zeker als die uit lijnen komen. Ik denk dat die dan geen meerwaarde voor de fokkerij heeft. Waar we het dan over hebben, een half puntje. Maar ik denk dat... voorheen, in het verleden zijn er ook wel hengsten. Ja, daar had de inspectie ook twijfels aan. En die kregen een dikke beperking. Ja, dan zou er direct wel misschien een hele dikke smet op die hengst. Ja. We hebben hem gekeurd, maar eigenlijk is hij niet met een stempel op. Dat weet ik ook niet als we daar weer heen moeten. Maar je moet er wel een beetje zoeken. Maar, wel maar ik denk dat het verhaal wel duidelijk is. Want ik denk dat de lat wat lager is. Maar er moeten wel minimum eisen zijn. Want er moeten wel een bepaalde garanties afgeven. Ik heb nog wel eentje die ik er wel in wil gooien op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Ik heb een aantal jaren geleden nooit begrepen waarom dat die stokmaat nog weer omhoog moest. In mijn ogen is stokmaat bij ons stamboek absoluut niet het probleem. Iedereen die wil wel proberen om een paard van boven de 1,60 te fokken. Niemand zit erop te wachten om een pony te fokken. En toch gooien we eigenlijk een heel aantal hengsten en merries weg die geen ster of geen dekhengst of sterhengst kunnen worden op stokmaat om een paar centimeter. Nee, bijna niet. Maar ik dacht dat het vroeger was. Ik denk dat ons ras is eigenlijk van nature een ras wat niet heel groot is. En hoe groter dat ze worden, hoe minder duurzaam dat ze over het algemeen zijn. Je ziet heel weinig van die hele grote paarden die op 20 jaar nog geweldig door de baan heen gaan. Dat is gewoon, die zijn vroeger oud. Dan denk ik, waarom zitten wij zo moeilijk te doen over een stokmaat? Als een hengst een gat in het papier heeft, joh, dan is het al heel moeilijk. Misschien is dat een wat kleine merrie. Is nou echt zo'n ramp? Wij zijn begonnen met een merrie van 1,55. We hebben daarna nooit meer een kleine gat. Ja, maar dat praat je al over 20 jaar geleden, joh. Veel langer. Nou, ik denk dat het... Maar ik kijk ook even naar de heren. Volgens mij is stokmaat niet echt meer een issue. Ja, de discussie was straks meer dat het groot werd. Omhoog gegaan. De discussie was op het eind toch meer dat ze te groot werden. Maar de minimumstokmaat is omhoog gegaan in plaats van maar dat ster is van 1,57 en model 1,60. Dus, en voor een dekhengst moet je ook 1,60 hebben. Ja, maar was Jasper op die manier gekeurd? Ja, was hij niet goed gekeurd? Was het ook dan hadden we geen Dries gehad, dan hadden we geen Beert gehad. Nou, geen Tjerk gehad. Nee, maar was ook jullie fokken toch geen ponies, toch? Hè? Nee. Arie, hou je rustig, hè? 1,60 vind ik... Nee, maar dat is het niet zo. Ik ken grote. Op een gegeven moment, als je een paard hebt van een driejarige van over 1,70, dan kan je twijfels bezetten. Ja. Maar ik denk dat daar ook al een beetje in de fokkerij lichtelijk rekening wordt gehouden. En ook, maar de fokker bepaalt uiteindelijk ook naar zelf. Hè? Ja. Je hebt klanten erbij die willen eigenlijk, ik wil alleen maar boven 1,70 hebben. Oh. Want die verkopen goed. Ja, grote paarden, dat verkopen, die willen ze hebben. Maar ieder wil zijn eigen kopen en fokken. Ja. Hey, we houden het even rustig, want ik zie daar achter de camera iemand zwaaien. Okay. We krijgen ook wat vragen binnen van onze kijkers. En daar zijn we heel blij mee. Dus ik vraag... Kom erop. Ja, hè? Alle ballen op. Monique, je hebt de microfoon bij de hand. Je mag wel wat roepen. Jazeker, ik heb die microfoon. We krijgen namelijk hele leuke vragen. Kom maar even deze kant op, want ik kan je niet helemaal verstaan. Dan, helemaal niet. Nu wel? Ja. Mooi. We krijgen hele leuke vragen binnen, Annelies. Eentje die al verschillende malen is binnengekomen. Wacht, nog ietsjes luider. Nog luider. Ja. Jullie hebben het veel over sport. En er zijn natuurlijk Friese hengsten die goedgekeurd worden naar aanleiding van het verkort onderzoek. Ja. Toch worden deze minder gebruikt door de fokkers. Ja. Wat is de reden daarvan? Ja, dat is een goeie. Jenny, misschien kun jij daarop antwoorden. Ja, ik gebruik ze. Jij hebt een hele Eliaspeuler, dat bedoel ik. Al heel veel, Nee, zeker omdat ik Elias' moeder ook goed ken. Was dat zonder meer voor mij een done deal dat ik daarmee ging fokken. Want die heb ik zelf gereden en vond ik een geweldig paard. Maar Hoe komt dat toch? Ja, ik denk dat heel veel mensen toch het zien als een soort van andere weg die dat ze niet normaal vinden. En ik denk dat in de wandelgangen wordt er ook veel gezegd dat niet per se fokhengsten zijn. Alleen, wat is een fokhengst? Hè? Je ziet bijvoorbeeld bij een anders ook hoeveel nakomelingen dat daar nu Prix St. George en Grand Prix van lopen. Dat is niet normaal. Nee. Het is ongekend. Ja. Hè? Ons eerste Grand Prix paard op de World Equestrian Games.
He, ook een paard wat zelf in de test als jong paard gewoon niet goed eruit kwam. Maar vervolgens niet alleen zelf laat zien. He, want dan kan je zeggen van, ah ja, het is de ruiter he, en die heeft er dat van gemaakt. Maar nee, ook vervolgens zijn nakomelingen, stuk voor stuk, ja, gaan ze naar lichte toer, zware toer. Dat is heel apart, dus dat fokt zich toch door. Maar die passen niet in het systeem wat wij hanteren van met veel bluf aan een touwtje en rond te klappen. En daar zijn toch veel fokkers die daar hun gevoelig voor zijn. Ja, ja. Hun fokkeuze op baseren. Mm-hmm. Ik ga het even aan Challing vragen. Want ja, die, even, inderdaad, even de vraag het daar beantwoorden. Waarom was ze niet gebruikt, minder gebruikt worden? Minder. Nou ja, dat is inderdaad heel veel wat Jenny zegt. Maar ook omdat ze natuurlijk op keuringen scoren ze vaak in het Leeuwarden staan ze niet heel. Sommigen die kunnen wel redelijk naar het touwtje lopen, maar ze komen net niet helemaal door. Ja. Ze zijn later goedgekeurd. Hoeveel moeite hebben ze met Ilke gedaan om het ja, te brengen? Ja, klopt. Maar ook de fokker, ja, die wil toch inderdaad dat keuringspaard hebben. Ja. En de ABFP testen. Ja, dus dat is toch een beetje de reden dat hij niet altijd wordt gebruikt. Nee. Is dat ook iets wat jij herkent, Arie? Nou, de valkuil voor een sporthengst is dat er soms wel eens te makkelijk over de afstammingen heen gestapt wordt. Ja, want op oude leeftijd keuren vind ik heel positief, als ze hoog in sport geloven hebben, maar de afstamming moet wel goed zijn. Die moet ook aan een norm voldoen bij je als drie jaar. Maar ik denk dat de Friese zonde meer zo is. Nee, maar die hengsten moeten voor de rest aan alles voldoen. Ja, maar je bedoelt, wacht, maar in die andere stamboeken wel zie je dat een oude hengst herkend wordt, waarvan eigenlijk de afstammen. En die vallen dan in de fokkerij ook. Die krijgen, soms wel, die krijgen wel kansen, maar dat valt dan tegen. Ja. Dat geldt hetzelfde als de herkansen uit het verrichtingsonderzoek, die dan later weer, toch weer instromen naar de sport. Ja. Dat is met KWPN nog nooit echt grote stempelhengsten zijn dat geworden. Omdat misschien verrichtingsonderzoek anders bekeken werd. Al meer met sportoog. Maar de valkuil is dat er hengsten zijn die gewoon zonder afstamming, maar op een bepaald niveau de sport lopen. Ja. En dan de erkenning krijgen. Nou, die kant moet je niet op. Dus er moet En. Sport is wel een teken. Het hengst zelf volop in de sport gehoopt dat hij duurzaam is. Ja. Dat is natuurlijk uit gezondheidsoogpunt. Punt 1. Hè, als je op 10 jaar een mooie Grand Prix proef loopt, dan weet je toch dat hij gezond is om dat niveau te halen. Mm-hmm. Als de afstemming dan ook oké is, ja, dan zou ik het eigenlijk jammer vinden dat de fokkers hem niet gebruiken. Ik zou persoonlijk niet weten dat er al ooit een is goedgekeurd die dat niet een papier had waar ook andere dekhengsten allemaal aan moeten voldoen. Het is altijd wel eigenlijk de standaard voor de andere dekhengsten wordt ook gehanteerd volgens mij voor de sporthengst. Maar het is in het verleden een beetje tegengevallen. Hè? De resultaten, en je noemt het net al met anders, de ABFP-testen. Ja. Later goede sportpaarden. Ja. Ja, dat is gewoon voor de fokker. Als dat hij zo'n hengst aan touw op dat niveau kampioen loopt, dat hij dan een touwtje niet meer doen wil, dat is heel gewoon. Ja. Maar die zou je dan onder zadel voor moeten stellen. Ik vind het niet erg, want we hebben een beetje twee culturen. Hè? We hebben zeg maar de sport- en de keuringscultuur. Eigenlijk zou het mooi zijn dat we die dichter bij elkaar kunnen brengen. Daar hebben we het eerder ook over gehad. Hè? Door iets meer rust en ontspanning in de keuring te laten zien. Hè? Doordat die kloof ietsje kleiner wordt. Maar ik vind het niet erg dat sommige mensen voor de sport kiezen en anders voor het meer keuringspaard. Het ene sluit het andere niet uit. Alleen we moeten wel ervoor zorgen dat we goede sporthengsten met goede afstamming wel goed blijven keuren. Dat we niet ze alleen maar door één kanaal van de keuring blijven duwen. Want dan missen we te veel in de sport. Juist. Andersom is het denk ik ook zo. Omdat die keuringscultuur er nog zo in zit. Ja, daar zou ik geen afscheid van willen nemen. Wel iets meer richting functionaliteit, maar niet alleen maar selecteren op sport. Nee. Want dan missen we ook weer een groot ook richting duurzaamheid. Hè. Ik denk, ons keuringssysteem momenteel is eigenlijk heel erg op gebaseerd dat jonge paarden het al heel goed moeten doen. Ja. Eigenlijk paarden 3-4 jaar, die moeten al erop klappen op de keuring. Die moeten die testen goed doorlopen. Die moeten al heel veel doen. Terwijl iedereen weet, het Friese paard is laat rijp. Ja. Dus het is inderdaad de vraag, zijn die paarden die op die leeftijd dat allemaal goed doen, zijn dat de duurzame laatrijpe paarden of zijn dat juist de vroegrijpe niet duurzame paarden? En daar selecteren we wel heel hard op. Mm-hmm. En we selecteren niet later, dus uiteindelijk weten we niet van of die paarden die als jong paard op de keuring het zo goed doen. Daarom wordt ook een van de voorstellen die wij graag willen doen van verzamel en kijk naar een paard die tussen de 12 en de 15 of 12 en de 20 is. Laat die ook nog een keer voorkomen of rijden of keuren. Dat je daar ook kunt zien van als driejarige
goed of wat minder. Maar juist als 12 of 15-jarige staat hij er wel. We waren dit jaar op een centrale keuring. Of afgelopen jaar hadden we het er ook even met de juryleden over. Ik zei, ik had het idee dat er een paar minder 3-jarige voorlopig kroon werden verklaard. En toen zeiden ze, ja, we vinden het ook nog wel een beetje lastig. Want dan zien we, hebben ze voorlopig kroon gemaakt op een thuislocatie. Of ooit eens een keer op een centrale keuring. En dan krijgen we een jaar later weer voor ons. En dan kunnen ze eens geen eerste premie meer halen. Ja. Dus dan zijn we wel echt hele correcte paden. Koeien bovenlijnen, correct beenwerk. Die willen we wel voorlopig kroon maken. Maar als we er naar twijfelen, dan zeggen we, kom volgend jaar maar weer. Of ja, kom later maar weer eens. Ja. Dan komt hij er alsnog wel. Ja. Precies. Ja. En liefst ook nog met een test. Hè, zodat je dat ook weet van hoe dat aan. En dan durf je het even makkelijker aan om een goed predicaat. We hadden het over zijinstromers, geloof ik net. Maar zo gaat het dan. Ja. Heb je nog een vraag voor ons, Monique? Ik heb nog meerdere zelfs. Oh jee, nou. Ja. Ook een vraag die kwam aan het begin van de uitzending al binnen. Okay. En dat ging over het feit dat de leden hebben aangegeven dat gezondheid en karakter heel belangrijk is voor het fokkerijdoel. Hoe kunnen fokkers rekening houden met karakter? Hoe kunnen ze daarmee omgaan in hun hengstenkeuze? Okay. Ik zal het ook even herhalen. Of kunnen ze het nu thuis? Hebben ze het allemaal gehoord, denken jullie? Ja, oh super. Nou, dan hebben wij het ook gehoord. Hoe kunnen we rekening houden met gezondheid en karakter? Ja, er wordt nu gescoord. Hè. Dat is in de hengstenbijlagen staan karakterkenmerken. Hè. Mm-hmm. Dus de fokker die kan daar naar kijken. Van, hè, en dat is gebaseerd op de 20 nakomelingen in de ABFP. Hè. Nou is die betrouwbaarheid nog niet ontzettend hoog, maar het zegt wel iets. Hè. Er zijn 20 paarden hè, op stal gekeurd en in de training hè, over inzet, bewerkbaarheid en doorzettingsvermogen. Ja, dus dat zegt al wel iets. Dus daar hebben we wel de eerste stap mee gemaakt. Juist. Alleen dat willen we graag nog doorontwikkelen en fine-tunen. Het mooiste zou zijn dat je ook een soort predicaat kunt afgeven van hè, dat een paard op een eendaagse test komt om ook het karakter en zijn aanleg en in bewerkbaarheid alles te tonen. Maar op dit moment is die er nog niet. Nee. Maar voor dat is weet karakter. Wat voor mij goed is, hoeft voor jou niet goed te zijn. Nee. En daar zit dat karakter. Dus inderdaad, daar moet je ook zo'n soort met linie scoren formulier voor hebben. Ja, en wat in de ABFP-test, want daar hebben we de paarden, daar hebben we de mensen. Ja, die moeten dat invullen. En daar moeten we de gegevens, denk ik, weghalen voor het karakter. Dat gebeurt en nu dan, ook. Ja. Precies, en dat, nu hebben we voor maar 5 of 6, maar dat moet uitgebreider, moet dat op den duur komen. En dat moet ook mensen wie er met veel Friese paarden hebben gewerkt. Ja. Want je moet gewoon een basiskennis hebben van Friese paarden. Ja, om ze daarmee te kunnen vergelijken. En ook van je fokdoel af, als fokker. Ja. Wat wil je als fokker? Ja. Hoe ziet je merrie eruit? Zit je wat meer in de sportrichting? Nou, dan zeg ik, zoek dan een oudere hengst op waarvan zijn sportindex van zijn nakomelingen stijgende is. Mm-hmm. Dat betekent dat die nakomelingen op oude leeftijd ook blijven presteren. Dus dat vind ik dan belangrijk. Voor de man die zegt, ik wil een paard die voor de recreatie moet roepen. Wie de linksteken wil of de markt voor rijden. Nou, die kan met die aanlegtest, met dat karakter ook wat meer uit de voet. Dus je moet toch naar beide kijken, denk ik. Ja. Jullie hebben het over indexen en de scores die dat andere mensen maken. Ik zou zeggen, ga naar fokdagen, ga naar testen, ga overal naartoe. Want wat jij zegt, wat voor de een goed is, is voor de ander niet goed. Ik baseer heel veel keuzes op wat ik zelf zie. Ik heb ooit eens een keer rinderd, de dekhengst rinderd, in een kliniek van mij gehad. We hadden er nooit aan gedacht om ermee te fokken. We hebben er 3 veulens van gehad daarna. Ja. Want het was zo'n fijn paard om mee te werken. Die 3 veulens zijn ook alle 3 hele fijne sportpaarden geworden. Dus dat is echt het allerbelangrijkste. Want wat voor die mensen die scores maken goed is, hoeft voor jou ook helemaal niet goed te zijn. Het is heel persoonlijk. Ja. En, maar goed, je snapt wel dat we proberen om toch wel wat in fokwaardes te verpakken. Ja, het moet meetbaar zijn. Ja. Maar voor fokkers die vragen hebben, is het echt het belangrijkste. Gaan met elkaar. Moet ook, de index is de eerste aanwijzing, dat is de vlag. Maar je moet wel uitleggen wat ermee bedoeld wordt. Ja. Je hebt jonge hengsten waarvan de jonge paarden het goed doen. Die begint met een hele hoge index. Heb een hoge verwachtingswaarde omdat zijn vader en moeder goed zijn. Ja, en die zakken enorm. En die zakken die klappen helemaal weg. Er zijn er genoeg voor omdat ze gewoon niet doorzetten in de sport. Ja. Dus je moet dan wel kijken van hoe oud zijn de nakomelingen en de aantallen die in de sport lopen. Mm-hmm. En dat is de rol van het stamboek om ook die voorlichting duidelijk op te pakken. Dat de mensen, want heel veel mensen begrijpen gewoon niet hoe ze een index moeten lezen. Nee. Dat geldt voor mij voor een heleboel andere indexen op financieel of verzekeringsgebied. Zou ik ook niet snappen. Maar die zijn meestal positief. Ja. Maar fokkerijindex moeten mensen ook uitleggen. Moet je uitleggen dat mensen, dat het is een hulpmiddel.
om snel te kijken. Ja. Maar voordat je gaat gebruiken, moet je wel de achtergrond weten. Daar hebben we, gelukkig, Arie, hebben we heel veel college tours al gehad. Ja, dat ook begin, over dat maar je hebt helemaal gelijk. Dat is best lastige materie. Ik ga nog even naar een volgende vraag. Want ik weet niet of we ze allemaal kunnen beantwoorden, dames. Maar we hebben voor twee nog ruimte. Nou, kom maar op, Monique. Ik heb nog een aanvullende vraag naar aanleiding van waarom sporthengsten misschien minder worden gebruikt door fokkers. Okay. En de vraag is, is het wel zo dat fokkers een keuringspaard willen fokken? Of is het zo dat de sportpaarden gewoon niet of moeilijker beloond worden met een sterpredicaat? En dat fokkers daarom niet met die paarden willen? Oeh. Nou, nu gaat iedereen voor zich uitkijken van... Nee hoor. Nee. Nee. De jury is onafhankelijk. Dus die keurt wat ze zien. En daar moet je altijd van uitgaan als je aan het spelletje meedoet. Ja. En als je er wel een keer twijfel over hebt, dan moet je direct naar de tijd even met hen praten. Maar ik ga er altijd van uit dat ze eerlijk en oprecht keuren. Dus dat niet, totaal niet aan orde is. Heel goed. Ik ook. Maar we willen onze juryleden wel misschien iets meer naar die sport stiekem laten kijken. Ja, maar zou ik naar het onverwante, wat net zit, maar, zei. Maar los van dat, op medekeuring kun je, maak je hem sterren of voorlopig groen. Dat telt afstand in principe niet mee. Nee. Ja, je kijkt, wat het is een APK-keuring. Ja. Van een auto. Ja. Ja, hij haalt het of hij haalt het niet. Ja. Los van of het een Bentley is, of een Mercedes, of een... Lelijke of een, of een Renault. Als je de minimumvoorwaarden doet, haalt hij dat predicaat. Ja. Maar de discussie gaat over van ja, wil je een keuringspaard fokken of een sportpaard? Dat is wat het fokdoel van de mensen is. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo, als een hengst op oudere leeftijd wordt goedgekeurd en het was zelf niet een paard wat heel erg met bluff aan een touwtje liep. Ja. En dan kan het natuurlijk wel zijn dat hij dat een beetje doorvererft. En dat er daardoor dus ook de jonge paarden iets minder ster gaan worden. Ja. En ook later heel fijn gebruikt. Dat zou kunnen. Dat maar het is niet zo dat de juryleden daar op die manier naar kijken. Nee, dat geloof ik absoluut niet. Nee. Ik kijk op jullie heel goed. Ja. Nou, dat lijkt me een duidelijk antwoord voor deze vragensteller. De laatste vraag, Monique. Die gaat ook nog weer over sport. We hebben het vanavond voornamelijk over dressuur gehad. Maar het tuigen is natuurlijk ook onderdeel van ons standroep. Uit mijn hart gegrepen. Kijk. En de vraag die binnenkwam is... er worden op dit moment weinig hengsten goedgekeurd met veel tuigaanleg. Dus... is het misschien ook een idee om wellicht wat meer ook in extreme te gaan keuren en niet alleen in functionaliteit? En dat je dus wellicht een paard met extreem veel tuigaanleg zou goedkeuren, wat wellicht een beperktere stap of iets dergelijks Kijk, heeft. Kijk, hier veert mijn rechterbuurman al op. Ja, ik zou bijna zeggen, heb ik deze vraag zelf ingestuurd, maar ik heb hem niet ingestuurd. Het is in de huidige selectie, zowel in de ABFV als ook in het Centraal Onderzoek, is het wel een ondergeschoven kindje. Het is natuurlijk ook een kleine populatie binnen de Friezen, maar voor de PR wel heel belangrijk. Hè. Op de concoursen komen heel veel mensen. Daarom vind ik tuigerij ook heel belangrijk. Er wordt gesuggereerd dat hengsten die goedgekeurd worden niet zulke hoge cijfers halen in het Centraal Onderzoek. Nou, volgens mij is het tegendeel waar. Ja. De meeste hebben extreem hoge cijfers. Ja. Voor de tuigaanleg. Alleen zie je daar later niet zo, heel veel van terug. Ja. Dus ja, dan zou je eigenlijk, als je daarin in door wilt gaan, zou je een aparte richting of hengsten, inderdaad, wat er wordt gesuggereerd, die op de stap en de galop misschien iets toegeven, maar extreem kunnen extreem in tuigen zijn. Ja. Alleen ja, die passen nu niet in het systeem. Nee, dat vind ik ook een beetje jammer persoonlijk. Want ik ben ook echt wel een tuigpaardliefhebber in hart en nieren. Dat ze bij de IBOP ook besloten hebben om de stap ook gewoon mee te tellen. Hè. Vroeger was het al zo dat je met een slechte stapper, maar een extreem goede draver, en je hoefde dan geen galop, dat je nog altijd een hele goede tuig-IBOP kon halen. Ja, nu is dat eigenlijk niet zo. Nu kan je net zo goed een man-IBOP doen als een tuig-IBOP. Want eigenlijk zit er niet zo heel veel verschil niet meer in. Vind ik jammer, want die echt extreem goede tuigers worden daardoor een beetje ondergeschoven, denk ik. Ja. Maar bij de hengstenkeuze extreem. Goede tuigers. Ik denk dat we die toch van de laatste jaren zit toch wel eens een enkeling ertussen wie het extreem goed kan tuigen. En wat de stappen denk ik bij sommigen een beetje minder was, dat we die toch wel goedkeuren. En omdat ze toch interessant voor afstammeling of interessant genoeg en dat ze extra's hadden. Dus die
Tot nu toe komen die er ook nog wel mee door. Maar daar kunnen we natuurlijk niet te veel van goedkeuren. Maar we moeten wel extremen blijven goedkeuren om vooruit te komen in de fokkerij. Ja. En dat is zelfs onverwant, is eigenlijk ook extreem. Ondanks dat ze dan misschien een keer 3 of 4, 75 punten halen. Maar we keuren wel goed, omdat die onverwant is. Ja. En zo moet je ook andere extremen kunnen goedkeuren. Maar ze moeten wel aan de basisnorm voldoen. Ja. En dan moeten we tuigen, moeten we ook niet te verloren gaan. Maar die biedt hem vanzelf weer aan, zo'n hengst. Ja. Zeg ik niet overin. Nee, dat vind ik, ben ik helemaal mee eens. Want ik vind het wel een goede, tot slot om te zeggen. Van, een hengst die overal zeventjes voor haalt, is foktechnisch veel minder van belang als die hengst die een 6 haalt. En misschien 2 zessen en een 9 voor een onderdeel. Maar die kan een onderdeel verbeteren. Mm-hmm. Die andere fokt alleen maar, grijze muizen. Als je terugkijkt op de hengsten die gefokt hebben, die betekenis zijn geweest voor je fokkerij, die zijn in 1 of 2 onderdelen uitmuntend geweest en die hebben ook steken laten vallen. En hoe meer je weet, hoe meer steken zullen. Hè, maar dat komt voor. Ja. Maar als je alles als je overal aan moet voldoen, ja, wie zoekt? Ja, hè? Dat kan niet. Nee. Dus die extreme moet je wel hebben. Ja. Ja, met hele specifieke kwaliteiten. En die geven ze dat dan ook door. Ja. En wie we nodig hebben dan in de fokkerij. Ja, ja. Mooi. Mooie laatste woorden, Arie, over fokkerij. Ik denk dat we deze college tour af gaan sluiten. Dank jullie wel om hier vanavond aan tafel te zitten. En om met elkaar discussie. Ja, ik geloof vast dat we een paar leuke dingen eruit zullen pikken. Waar zowel jij als jij, waar we het toch nog weer over zullen hebben in de toekomst. En we gaan iets hartverwarmends nemen, zo dadelijk, denk ik. Ja, hè, want het valt... Het is van boven wel warm. Ja. En ik neem afscheid van onze kijkers met deze laatste college tour van het winterseizoen 2021. Met nog een paar kleine leuke mededelingen. We gaan volgend jaar door met de college tours. Dus we zullen ook in 2022, 2023 in de winter college tours gaan geven. Maar wel iets anders dan nu. Want we gaan wel de leuke setting met elkaar weer presenteren. Maar we gaan het land in. En we hopen ook dat u aansluit, zeg maar, bij de gesprekken. Dus we nemen er publiek omheen, zodat we niet via de app of via de telefoon vragen kunnen stellen, maar bij ons in de zaal. Ja, moet je niet de regiovergadering gaan lopen uithollen natuurlijk. Nou, we doen het gewoon samen. Weet je zeker dat er volk komt. Afgesproken. Maar dat zou misschien best een idee zijn. We weten ook niet precies goed hoe. Maar we hebben wel gezegd, we zoeken de interactie op met onze leden in het land. Dus noorden, midden en zuiden. En daar gaan we een plannetje voor bedenken. Wat de livestream betreft, voor iedereen, 15 april is er nog een Fokkerscafé in Duitsland. Dus in dezelfde setting, maar met andere dames en heren aan de tafel. Ik noem ze even op, want dan weet ook iedereen waar hij naar kan kijken straks. Dat is Ute Eden, Hans-Jürgen Botme, Ralf Reinhardt en Louise Hompe. En de tafeldame is dan Marit van Ingen-Schenau. Het gaat in het Duits, maar als je dat goed kan verstaan, 15 april, ook via de livestream, leuk om te volgen en hoe ze daarover fokkerijen en sport denken. En anders zie ik u wellicht 16 april terug, want dan zijn de eerste livestreams alweer, de eerste locatiekeuringen, die we wellicht ook via livestream zullen gaan uitzenden en ook weer voor iedereen beschikbaar stellen. Dus dank in ieder geval voor het kijken. Een heel mooi veulenseizoen, een heel mooi keuringsseizoen en we gaan elkaar weer tegenkomen in het land dit jaar. Dank u wel.